Goeie ploeg hoor, dit Anderlecht. Hecht team. Tot nog toe indruk gemaakt. Veel snelheid in de ploeg. Maar de Brazilianen, ja, het blijven Brazilianen. Hoe het zich zal gaan vertalen in het resultaat, dat moeten we afwachten. Vijf Brazilianen. Het is even wachten totdat Cunha ook van achter mee naar voren is gekomen. Centrale verdediger. Daar komt die vrije trappen. Daar is Cunha. En hij kopt hem uiteindelijk recht in de handen van Roef. Overtreding, Akzai, die heeft al geel. Die heeft al geel, dan is dit rood. Oi, 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 oi. Scheidsrechter. Hier nog eens de eerste. Dit is gewoon ongelukkig. Er gebeurt echt heel weinig. En dan de tweede. Is het een elleboogstoot? Ja. Ja, daar valt wel wat voor te zeggen. Voorlopig heeft Anderlecht overigens geen last van het feit dat we met de ballen in de staan. Praat. Doet hij weer heel gemakkelijk op de vierkante meter. Praat en achter het stand bij langs. Goal. En een mooie goal. Anderlecht op 1-0. En het is ook nog verdiend te noemen. De kegel maakt hem. Mooi voor hem. Aksoy van achter het hek. Ziet hoe zijn 10 ploeggenoten op voorsprong komen tegen 11 Brazilianen. En je kan het niet eens onverdiend noemen. Oh, praat is hem weer langs. En goed gegeven ook. Cabasele, Cabasele. Oh, het zijn het. Tjonge jonge, wat zijn dit twee gevaarlijke voetballers. Pas heel laat in de wedstrijd hebben de Brazilianen het tempo verhoogd. Maar het vernuft ontbreekt hoor bij Fluminense. Anderlecht is een betere ploeg. Gilmar. Gilmar. Oeh, dat wordt nog knijpen. De Nielson raakt hem volkomen verkeerd. Dat was nog een beste kans in de slotseconde van dit duel. En dus krijgen we om 3 uur op de toekomst hier de finale tussen twee landen uit de Benelux. Ajax en Anderlecht. En het zijn wat mij betreft ook de beste ploegen van de Future Cup.